Fuck what you thought I'd do without you. I'm so much better, like you never met me. I'm doing anything I want to. I'm going 0 to 80, so when you see me talk to strangers, no, don't you let it get the best of you. Goedemorgen allemaal. Zoals je ziet is het nog heel erg donker buiten. Het is nu 4:15. En wij gaan nog de laatste dingetjes doen. En dan gaan we met z'n allen de auto in onderweg naar Frankrijk. Hey, doei kuikentjes. Doei hoedje. Ja, het is vroeg hè. Never ever meant to be so sour, baby. Running on a steam every day be the same. Living like this, testing all my patience. Need a better you. We hebben een heel lekker plekje in de schaduw, want we zijn even broodje aan het eten en we hebben zelf thee. Zo, we zijn hier naar de wc geweest en dan gaan we nu terug naar auto en gaan we weer verder rijden. We moeten nog 5 uur, dus we zijn al wel over de helft, maar ja, alsnog is het nog wel lang. Hoi allemaal, het is vandaag donderdag en wij zijn gisteravond hier aangekomen op de camping in Frankrijk. We hebben gisteren vanaf 4 uur 's nachts tot en met 7 uur 's avonds in de auto gezeten om natuurlijk hierheen te rijden. We waren dus allemaal best wel moe. We hebben gisteravond alle spullen een beetje uitgepakt. Toen zijn we even een rondje gaan lopen om de camping heen. Vanochtend hebben we uitgeslapen en nu gaan we lekker ontbijten. Kijk, hier is een trappetje. En wie de caravan met de veranda. 4 stoeltjes. Daar staat zelfs een barbecue. En dit is ons uitzicht. En daar is een bergje. Dit is de keuken. Hier is de badkamer. En dit is mijn kamer. Dat was dus onze caravan. Ik vind hem helemaal prima. En we gaan zo meteen het water toe naar de rivier. Om lekker te zwemmen. Is het lekker, joh? We zijn al best een tijdje bij de rivier. Het water is heel erg lekker. We zijn meteen gaan zwemmen, want het is heel erg heet. En er zijn ook van die rotsen hier en daar gaan steeds mensen van afspringen. Best wel eng eigenlijk. En nu zijn we weer op de kant. We hebben een broodje gegeten, wat gedronken. We zijn nu aan het avondeten. We hebben net soep gegeten. En nu eten we courgettes en aardappel en een vleesje. Want we hebben hier een barbecue en dan kan je dus ook gewoon dingetjes voor bakken. Heel leuk. Correctie, het is geen barbecue, het is een grillplaat. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. En ik sta nu even op mijn moeder te wachten, want wij gaan samen even broodjes halen. Bij een winkeltje in de buurt, dus gaan we even heen wandelen. Dit is de receptie. Kijk, dit is echt mega gaaf. Het lijkt ons echt heel erg leuk om dit te gaan doen. We zitten nu in de auto. We hebben net gegeten. En we zijn onderweg naar de supermarkt. Want we gaan even wat boodschapjes halen. Echt elk jaar als we in Frankrijk zijn, is er echt zo'n drankje wat ik echt super lekker vind. En dan vooral tropical. Dus deze neem ik mee. Oh.
nu even bij de rivier en we zitten echt al best wel wat uurtjes hier. Het is heel erg rustig. Ik heb net samen met Daniel helemaal die kant op gezommen, samen met de duikbril en de band. Dat was heel erg leuk. Het is vandaag zaterdag en ik ben nu even aan het kijken op een website waar we kunnen kijken wat we willen gaan doen deze daagjes. En we hebben iets leuks gevonden, namelijk canyoning. Super vet is dat. Ga je door een rivier met een pak aan en een helm op. En dan ga je ook klimmen en springen en ik weet veel allemaal. Heel avonturierlijk, dus dat is wel leuk. Alleen papa heeft hoogtevrees. Ja, dus dat wordt even een dingetje. Klinkt goed, Dion? Ik vond het super eng. Ja? Maar ik vond de opklimmen enger dan, dan het springen. Ik ga nu met de band van dat riviertje af. En het is een hele leuke stroming, dus dat is heel chillax. Really worry about nothing, all these people all around me always worry about something, yeah. Saying I should stay up in the books and not start to build a buzz, but they the ones bugging, yeah. So I don't really feel like staying. We gaan beginnen. Hoi allemaal, we zitten nu in de auto. We zijn om 6:30 opgestaan. Want wij gaan nu iets van een uurtje rijden. En dan gaan we om 9:00 gaan we canoeingen. En dat is dus dat je een pak aankrijgt. En dan ga je met een gids samen van rotsen afspringen en zwemmen. En er zijn ook wat glijbanen in. Dus super leuk. Wel een beetje spannend, maar ik heb er wel zin in. We zijn er! Een beetje eng. We moesten ook van de glijbaan af en een glijbaan gemaakt van rotsen en klimmen omhoog door de rotsen klimmen en dat was heel leuk. Dat was echt heel leuk. En we zijn nu dus klaar, dus we gaan even onze helm afdoen en we moeten het pak uitdoen en ophangen en dan gaan we lekker zwemmen hier in de buurt. Gaat het, Dion? Vandaag dinsdag en wij zitten nu in de auto, want we zijn onderweg naar de Pont d'Arc. Dat is een brug in het water en dat is dus van de rotsen. Heel erg mooi, een soort van gat in de rotsen eigenlijk. En daar gaan wij zwemmen en we gaan vanavond in het stadje dicht in de buurt van de Pont d'Arc gaan wij eten. En morgen gaan we kanoën. Ik sta hier nu
bij de Pont d'Arc. En dat is echt een monument van Frankrijk. Het is een soort van gat in de rotsen. Heel erg mooi. En hier zijn echt mega veel kano's. En wij gaan nu hier lekker zwemmen. Ik denk dat je 10 blijft staan hoor. Haal het nu. Ja? Ja. 8 euro. Wat zei je? Voor eten. Goed plan. Ik wil avondeten. Maar ik vind het leuk om even te kijken hier. Dat komt straks wel. Eten of dit? Dit. Oh, zou ik straks doen dan? Oké. Jongens. Wil je eten? Ze hadden bij dat kraampje hadden ze echt zulke leuke armbandjes en kettingjes en zo. Maar deze markt is tot 12 uur open. Tot 12 uur middernacht. Echt super lang. Dus dan gaan we dan eventjes kijken. Want nu gaan we even op zoek naar een restaurantje waar we kunnen eten. We zitten nu bij een restaurantje. En trouwens, in Frankrijk is het niet 1,5 meter afstand voor corona, maar het is 1 meter afstand. Dus vandaar zitten we wel wat dichter bij elkaar dan dat je in Nederland zou hebben. Nou, zoals jullie zagen zaten we net al bij een tentje, maar we zijn naar een ander tentje gegaan. Want die vorige bleek een hamburger tent of zo te zijn en daar zijn we allemaal niet echt van. Dus nu zitten we bij een pizzeria, wel heel erg lekker. En het was natuurlijk wel even een dingetje of ik het wel mag met mijn allergie. Maar de bodem is melk en eivrij, dus dat is heel mooi. En we hebben even moeten wachten, maar nu zitten we lekker. Hey Daniel. Ik heb even de kaart bekeken, maar eigenlijk was ik er al wel over uit. Ik ga een pizza bestellen met jambon, dat is ham. Zo. Met champignons, salami en tomaat. Lekker Daniel. Nou, dan weet ik nog niet, want ik ga beginnen met snijden. Oh. Ik heb mijn pizzatje en hij ziet er heel lekker uit. Ik ga even lekker eten. Mama heeft iets met zalm. Papa en Daniel hebben precies dezelfde. Dus ja, bon appetit. Oh. Bon appetit. We gaan lekker snijden. Oh, ik dacht heel even dat er geen bord onder zat. Het leek even zo over. Ik kan gewoon op de tafel regelen. Ja. We zijn wel wat grote pizza's, maar het is enorm dun. Maar het is wel groot. Ik hoop het. Jezus, een dunne pizza? Nee, ik zie nu pas dat er olijven op zitten. Dat vind ik niet lekker. Hoe is jij wel lekker, Jan? Gewoon afhalen. Papa, als ik het niet. Als jij het lekker vindt, betekent niet dat ik het lekker vind. Ah. Ja, het is wel lekker. When you say it's over, I'll never be sober. When you say it's over, I'll never be sober. Daniel vindt al het hele leuke nummertje. Let me go this way, today is my day. God is taking place tonight. Let's all dance and make it shine. Let's all dance and make it shine.